iemand gaat veranderen, sta ik er ook nog voor een vijfde keer. Ja. Ja, het is super kut. Ja, dat is kut. Weet je wat het is? Ik sta al met twee benen eigenlijk buiten. Nou, dat is het hele probleem, denk ik ook. Ja. Ja, nou, dat snap ik ook. En... ja, weet je... Het... ja, gewoon wat duidelijkheid. Wat er dan in mijn hoofd door omgaat is... ik heb de afgelopen weken zo mijn best gedaan. Ik kan nu gewoon met opgeven hoofd die poort uit en... ja, het glipt je zo weer uit de vingers. En... ik had, zei dat ook tegen Jesse, weet je, ik... heb dit mede gedaan omdat het werd gezegd dat ik dit moest doen. Anders mocht ik niet naar huis. En nu heb ik dit gedaan. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. En dan mag ik nog niet naar huis. Maar voelt, dat voelt zo. Ja. Ja, zeker. Ja. 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 En natuurlijk heb ik gisteren gezegd, veel weet je, laat me dan maar blijven. En Shelly naar huis. Maar als je dan zo dicht bij huis bent, dan kom ik terug op alles wat ik gisteren heb gezegd. Alles. Absoluut. Ja. En ik weet dat dat hier niet zo werkt, maar in mijn hoofd werkt dat wel zo. Als je iets hebt gezegd, je komt erop terug, dan kom je erop terug. Ja. Ja, het voelt vreselijk. Ik voel me echt intens ongelukkig. Ineens van het ene op het andere moment. Ja. Zeg maar in mijn hoofd zat ik nu te knuffelen met mijn moeder. Ja, ik dacht al dat je thuis zou zijn. En met Jens. En het voelt net alsof, zeg maar, de tijd dat ik me zo groot heb gehouden de afgelopen weken, want dat is wat ik heb gedaan. Het is er niet dat ik dacht van, oh, dit gaat makkelijk. Ik heb me echt groot gehouden, alsof het echt helemaal voor niks is. Ja, is gewoon kut. Is gewoon super kut. Ik ga verroken. Ja. Ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Nee, dat snap ik. Zou ik ook niet weten. Moeilijk. Ja, man. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Maar kijk, weet je wat wel gewoon het punt is? Ik vraag me dan gewoon af wat het is. Want ik weet nog heel goed dat de keer, zeg, mijn eerste stemming hier. Mm-hmm. Toen zat ik op één stem na, zat ik niet op de bank. En toen heb ik tegen iedereen gezegd hier. Ja. Ik voel me eindelijk goed. Ja. Na al die tijd dat ik echt graag weg wilde. Mm-hmm. Als ik nu op de bank zit, dan wil ik ook gaan. Ja. Weet je, en dat, dus wat zij had, had ik toen ook. Ja. Toen dacht ik van, als je mij op de bank zet, ja, dan staat dus inderdaad die deur open. En als die deur open staat, dat had Brenda toen ook. Ja. Die wilde toen gewoon ook weg. En, en dat snap ik heel goed. Mm-hmm. Dus zegt zij dit nu om... dat ze dus inderdaad dacht van, ik ga naar huis. Van, ja, dat dachten we allemaal. Ja. Of, ik weet niet, ik vind het moeilijk, man. Ja. Ik vind het echt, Het is moeilijk om er zo te zien, hè? Ja, ja, ook gewoon voor jezelf. Want wat ga ik nu beslissen? Ja, waar doe je goed aan? Waar doe je goed aan? Kijk, het is moeilijk. Ja, ik vind het echt zo moeilijk. En ergens denk ik van, is het dan egoïsme van mezelf, weet je wel? Mm-hmm. Omdat je gewoon zo graag iemand weg wil hebben. Als ik positief op Milena ga stemmen morgen, is het uit egoïsme voor mezelf. Ja. Want je doet het niet voor Milena. Nou ja, dat heb ik dus ook. Aan de andere kant denk ik van, ja, het is hier ook één egoïstische bende. Dus in hoeverre is dat erg? Ja. Maar tegenover ieder ander waar zij tegenover had gestaan, hadden we haar gelaten gaan. Ja. Hadden we gezegd, oké, ga maar. Maar het is omdat het Shelly is. Het is omdat Shelly is en dat iedereen haar zo graag weg wil hebben. Ja. Dus, zelfs het publiek wil er weg hebben nu, hè? Ja, snap je? Dus daar zit ik gewoon mee in mijn maag. Ja. Van, en wat ga je doen in zo'n situatie? Ja, het is echt... poeh. En hoe ongelukkig is Milène? Want ze leek niet ongelukkig de afgelopen tijd. En... ja. Als zij dan dit nu zegt, is dat dan ook om een soort van, ja, medelijden te kweken is misschien overdreven, maar van, jongens, alsjeblieft, ik ben zielig, laat me alsjeblieft gaan. Of is het echt? Snap je? Dat weet ik nu dus niet. Ja, kijk, stel je voor ze blijft morgen, hè? Hoe zou ze zich dan weer, zou ze het weer gaan oppakken? Kijk, ik denk dat ze het uiteindelijk, want ze moet, snap je? En als je iets moet, dan doe je het ook. Je moet het gaan accepteren en dat zal ze dan ook zeker doen. Mm-hmm. Okay, ik zei ook tegen, ik zeg, joh, Milène, laatste evenementenweekend. Het is toch geweldig dat je daar dan bij kan zijn. Nou, was allemaal wel leuk, maar ja, kon ze ook vanaf de stream bekijken. Wanneer zei je dat? Gisteren. Oké, gisteren volgens mij. Ja. Nou ja, en ik hoef allemaal niet naar huis, dit en dat. Ja.
Ja, want gisteren zei ze ook nog, ik wil nog wel een weekje langer blijven, zodat het in ieder geval shit thuis is. En dan denk ik van, joh, desnoods maken we een leuk plekje voor haar, of weet ik veel wat. Ja. Of maak je dat meisje er echt diep en diep ongelukkig mee als ze hier nog moet blijven. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het ook niet. En uit egoïsme, en ik weet dus niet of ik egoïstisch ga zijn. Ik wil het eigenlijk wel, maar ik vind het best wel heel erg moeilijk. Ja, omdat ik gewoon Shelly naar huis wil hebben. Ik heb precies hetzelfde. Maar wat doe je in zo'n situatie dan? Ja, dat is het hele probleem. Het is wel echt sneu, maar ja, aan de andere kant. Maar als we er nou eens over nadenken, ja. En je gaat... Kijk, ik kan het niet verkopen tegenover mezelf om morgen positief op Shelly te gaan. Ja, dat heb ik ook. Want ik roep al weken dat ik wil dat zij weggaat. Mm-hmm. En dat wil ik nog steeds. En ik wil het dolgraag. Ja. Snap je? Dus het is heel hypocriet voor mij om dat morgen te gaan doen. Ja. Aan de andere kant weer niet, want ik help er iemand mee. Maar aan de andere kant, in hoeverre moet ik iemand gaan helpen in een finale waar ik zelf niet beter van word? Ja. Ja, ja, het is allemaal maar. Ja, aan de andere kant, er is gewoon geen goed of fout wat je morgen kan doen. Nee, echt niet. Ik weet het echt niet. En weet je, het is misschien heel rot voor Milan. Maar aan de andere kant denk ik, ze heeft er al 100 keer zo bij gezeten. En ze is er elke keer bovenop gekomen. Zo goed en zo kwaad als dat het ging. Maar ik wil gewoon dat Shell naar huis gaat. Ja. Ja, dus ik denk... Ja. Ik... Oké, stel we blijven met z'n drieën op Milan stemmen. Ja. Dan worden... Ik hoor hete dingen... Dan wordt het waarschijnlijk weer verlenging of zo. Nou, dat weet ik dus niet. Ja, of er moet wel iets gaan veranderen dan. Want je kan niet blijven verlengen. Nou, tot aan de markt, dat kan niet. Het is gewoon nu aan ons. En wat gaan wij doen? Gaan we eigenwijs dus nog allemaal hetzelfde doen morgen? Gaan we over 24 uur weer? Denk je? Ja, dat denk ik. En... Dan gaan we op een gegeven moment denken, oké, jongens, we kunnen dit blijven doen. Het heeft geen zin. Maar het heeft geen zin. Dus... En dan gaat iedereen switchen en dan is het... Dan heb je daar helemaal een andere uitkomst. Maar kijk van, och, een voetje. Het doet zo'n pijn. Ik denk dat we vanavond nog gesprekken gaan krijgen van mensen van, wat ga jij doen? Ja. Dat denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik denk namelijk dat... Brandon, weet ik niet... Maar ik denk dat Ger wel eens overstag zou kunnen gaan. Brandon heeft tegen Show gezegd dat hij op Shelly blijft gaan. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Dus dat gaat niks veranderen. Zo ben ik wel heel erg zwart, of niet? Nou ja, lekker boeien. Ja, maar je hebt toch jas terug, hè? Ger? Oh, dat is dat drinken. Ja, dus ik denk... Ja, denk je dat Ger over zou stappen, ja? Nou. Wie anders? Ja, ik denk ook dat Ger de enige optie is. Ik denk dat ik het niet kan maken tegenover mezelf, man. Ja. Oké, stel je voor, hè. Een van ons zou overstappen. En iemand van hun ook, snap je? Ja, dan zit je weer. Ja, dat is eigenlijk wat er vandaag ook is gebeurd. Want Ger wilde eigenlijk liever op Milan. Ja. Maar omdat hij haar niet 24 uur aan wilde doen, is hij op Show gegaan. Anders was Milan gebleven. Ja, dat zegt hij. Nee, daar was ik bij. Ja, is ook een lekker sokje dit. Ja, ik heb dus chill van Brandon iedere keer sokken aan. Hoe kan dit nou kapot zijn, joh? Ik ga het zo ook maar even met Jess bespreken, want ik zit er wel mee, hoor. Natuurlijk. Nou ja. Want hoor je in een finale egoïstisch te zijn? Eigenlijk wel. Ja. Is het egoïstisch? Snap je? Dat... Je doet het wel voor jezelf. Je doet het niet voor Milan. Ja, maar is dat dan egoïsme? Is dat het spel spelen? Wat ben je dan aan het doen? Waarom wil je Shelly weg hebben? Omdat ik niet moet. En omdat ik haar niet gun om hier te zijn.
precies hetzelfde. Maar ja, weet je wat ook is, Fren? Ik wil ook niet afgeschilderd worden dadelijk als iemand die het iemand niet gunt om naar huis te gaan. Terwijl diegene hier heel ongelukkig is. Mm-hmm. Nou, wat ik zeg, het is wel een finale. Ja. Ja, of Ger moet gewoon op Milène gaan. Ja, ik hoop eerder dat. Ja, doet hij dat. Hoe is jullie band nu trouwens? Nou, ja, gisteren. Ik praat niet echt met Ger. Ja, gewoon over de hoge nodige. Mm-hmm. Maar ik ben wel even klaar mee. Komt vast wel weer goed hoor, maar ja, even niet. Jullie hebben elkaar nodig toch? Ja, blijkbaar niet. Dus flik je dat soort dingen niet. Toch, als je elkaar nodig hebt, is het achter elkaar. Oh. Nou, ik, oh ja, Milène wil trouwens niet in de kast slapen, gewoon in de caravan. Ik vind het echt moeilijk, man. Ja. Kijk, het liefst zou ik zeggen, gewoon heel simpel, positieve stem op Milène. Maar ergens vind ik het ook wel lullig. Terwijl, ja, het zou niet zo moeten zijn, het is utopia. Ja, dat is dus. Ik zit dus ook nu tegen mezelf van, laat ik er nou te veel gevoel bij komen kijken, snap je? Of, kijk, want in principe, hoe raar is het? Al twee keer gaan we op Shelly, al twee keer geven we Shelly geen positieve stem, wat logisch is. En dan zou ik dat nu in één keer wel gaan doen. Eén, ik kan niet verkopen aan mezelf, want ik moet er niet. En twee, ik gun het er niet dat zij mijn positieve stem krijgt. Mm-hmm. En daar gaat het voor mij een beetje mis. Ja. Bij mij is het weer, ja, Milène is een vriendin van mij. Maar ja, moet je iemand belonen door naar huis te gaan? Nou, daar zit ik dus ook mee. Van, je weet waar je aan bent begonnen. Mm-hmm. Tuurlijk kan je nu de zielige kaart spelen. Ik geloof ook echt dat ze zich zo rot voelt. Tuurlijk, ja, zeker. Maar zo heeft ze zich vaker gevoeld. En elke keer als er dan geen sprake meer was van naar huis gaan, was het ook gewoon weer goed. Ja, het is nu gewoon, nu is er sprake, dus nu wil ze naar huis. Ja, dat denk ik. En haar moeder stond natuurlijk van het weekend dat ook nog. Ja, ik vind het erg moeilijk. Maar als ik naar mezelf kijk, had ik ze 100% Milène een positieve stem gegeven. Maar ja, ik denk ook dat ik het nog steeds ga doen. Ik zou niet weten waarom ik het niet zou moeten doen. Ja, de enige reden is voor mij omdat Milène, ja, het aan me heeft gevraagd. Maar ja, dat kan eigenlijk ook niet. Nee. Wat ik alleen wel zou willen voorkomen is dat we dus over 24 uur weer moeten stemmen. Ja. Ik weet dus niet hoe ik daar helemaal achter ga komen. Gerrit? Ja, maar ja, ik heb op dit moment niet zo'n band met hem dat ik even naar hem toe loop en zeg, wat ga je doen? Dat heb ik gisteren ook niet gedaan met vandaag. Kan ik wel. Ja. Hij wilde zo nog knuffelen volgens mij. Ja, dan kan jij dat misschien beter doen. Jeetje jongens. Staat hij op koud? Nee. Oh nee. Kom er niet uit.
eigenlijk weet ik echt wel wat ik wil, maar ik weet ook dat ik daar Milan ongelukkig mee maak. Ja, dat heb ik ook. En voor wie kies je dan? Ik denk voor mezelf, maar ik vind voor mezelf kiezen 9 van 10 keer best moeilijk. Ja. Maar dit is wel een finale, dus in de finale moet je nadenken over waar je zelf beter van wordt. Dat is waar. En ik word er niet heel veel beter van als Shelly hier blijft. Maar ja, dan heb je dus, als er niks verandert, 24 uur weer verder. Ja, tenzij iemand anders iets anders gaat doen. Want Mariska ging ook nadenken. Okay. Omdat ze had aan Shelly gevraagd wat ze ervan vond dat ze de publiekstem niet had. Dat het publiek haar dus eigenlijk naar huis wil hebben. En toen zei ze, boeit me niet zoveel. Toen zei Mariska, hoe kan dat je niet boeien? Toen zei ze, ze kennen me niet, dus het boeit me ook niet wat ze over me zeggen. Mariska is er ook mee bezig, hè? Die gaat dan mee met wat het publiek wil. Denk je niet? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik zie Maris dus ook nog wel. Ik heb haar daarna niet meer gesproken, maar dat was vanmiddag. En toen zei ze van, ja, ze keek zo voor zich uit. Heel de tijd, ze toonde helemaal geen berouw of wat dan ook. Ik denk dat Mariska het wel belangrijk vindt wat het publiek van haar vindt. Ja, dus je hebt best kans dat zij overstag gaat. Kijk, dit is gewoon een beetje dat kistenverhaal. Ja. Met die kisten had ik nooit gezegd, ik ga voor Jordi, als Jessie dat niet had gedaan. Mm-hmm. Zolang als Jessie had gezegd, jongens, ik blijf hier staan en ik wil gewoon mijn familiebezoek, had ik altijd achter hem blijven staan. En toen heb ik ook gezegd, ik hecht best wel veel waarde aan mijn eigen mening. Maar ik doe het dan toch omdat er anders geen familiebezoek komt. Nou, ja. Dat gun ik helemaal niemand, dat niemand hier komt. Dat vind ik helemaal erg. Dus daarom ben ik toen maar meegegaan. Ik wachtte ook toen tot Jessie ja. ging. Ja, klopt. Nou, ja. Wij waren volgens mij de enige twee. Oh, en Maris, ja. En zo voelt het nu weer een beetje of zo. Mm-hmm. En aan de andere kant denk ik, ja, je zit in een finale. Het zei ze tegen mij gisteren, ja, meer dat je me niet op de bank moet zetten. Ik zeg, nou, lieve schat, als het aan mij had gelegen, had jij ook niet op die bank gezeten. Ik zeg, maar ja, wij hebben maar ingespeeld op wat andere mensen gingen doen, want dat wisten we. Mm-hmm. Dus als zij niet op de bank had gezeten, was er niks aan de hand geweest. Het is gewoon alleen die poort die elke keer half open voor haar staat. Klopt. En echt, wat mij betreft, Fren, is ze de volgende die gaat? Dat vind ik prima. Als Shelly mag. Maar niet nu. Ja, dan moeten we ervoor zorgen dat Shelly gaat. Ik ga daar ook met Mariska praten. Of misschien laat ik het wel een Jessie over. Even kijken. Ja. Ik wil zo ook wel even met Gerrit praten. Ja. Ja, als jij dat doet, dan ga ik wel kijken bij Maris. Oh, die is nu aan het koken trouwens. Ja, ik wil het gewoon niet. Nee. Ik gun het daar ook gewoon niet meer. Nee. Breek met die houding klaar. Zat, ik ben dat, die arrogantie ben ik zat. Ja. Ik ben het gezeik van haar zat. Ik sta in de wachtrij. Van geld. Leuk. Ja, dat soort dingen. Dat ze elke keer een half uur aan het roken is, ben ik zat. Het niet opkomen dagen bij dingen, ben ik zat. Geen goeiemorgen zeg. Ja, scheid hebben aan andere mensen. Ik ben Shelly gewoon spuug zat. Ja. Ze heeft gewoon nul fatsoensnormen. En daar kan ik gewoon niet mee omgaan met zo eentje. Nee. Ja, dan is... Nou, Jess gaat sowieso niet eens om. Nul. Ja, misschien moet je er ook gewoon niet te veel over nadenken of zo. Gewoon morgen kijken. Ja, en even kijken wat... Ja, precies. Ik ben ook wel heel erg benieuwd namelijk naar Maris. Hey, Ivory!